Dit is hem dan. De 80-jarige Sjaak Vermeer uit Ljouwert. Hij is blij verrast dat Anneke hem ziekert. Want hij wie wel wat onder de indruk van haar. Ja, ja, ja. Ik vond het een charmante dame. Ik vond het een leuke dame, ja. Om Sjaak een paar weken later de Nijmeegse Vierdaagse rennen zou, hier Anneke thuis zijn, dan naar hem te zwaaien. Sjaak hier daar even net meer hoe hij dacht. Totdat ik daar in Nijmegen binnenliep, ik denk dan moet ik toch wel een beetje rondkijken of ik wat zie. Nou, maar ik zag niks, maar het was daar ook zo druk. Ze hebben me koordoe net zien, maar daar komt nou verhoring in. Radiopresentator Arjen Overmaat kwam van de morgen met een mooie verrassing. Want, Anneke. Is dat mijn hartslag? Dat is uw hartslag, denk ik. Maar het is misschien ook wel de hartslag van Sjaak Vermeer. Want wie, echt, heb, ik, ja, want wie heb ik aan de telefoon? Sjaak, bent u daar? Ja, hier ben ik. Is dit de Sjaak? Nee, het is gewoon Sjaak. Ja, maar de Sjaak. De Sjaak. De Sjaak. Van het verhaal van Anneke? Ja, dat klopt precies. Je hebt het keurig overgebracht. Via de radio praten de twee verder met mekaar over de ziektocht. En dan komt vanzelfs de grote vraag. Maar zou je het leuk vinden om nog een keer af te spreken misschien? Ja, heel leuk zelfs. Ja, ik vond het heel spannend, ik vond het heel leuk. Want ik vond het ook een leuk gesprek. Anneke? Ja, nou, ik ben ervoor in. Nou, ja? Fantastisch. Ja, zeker. En ik ben zo blij dat jullie elkaar nu gevonden hebben dan. Ja, dat is zeker leuk. Yes, een date dus. Maar eerst nog even gezellig verder met zijn twaan bijpraten.